Koffer voor Oerol. Theatermakers over hun bagage voor Terschelling. Wat moet er zeker mee? Deze week... Mijn naam is Koos Hoger. Ik ben artistiek adviseur bij de Lunatics. Dat komt omdat ik een van de oprichters ben. Dus ik mag af en toe daar iets over zeggen, over elke voorstelling. Elze, wil jij straks... Hij komt met de fridge een stukje fruit rijden, Adam. Wil jij hem open doen? De voorstelling die nu gespeeld gaat worden door de Lunatics heet Hominid. En dat gaat over verraad, vergeving, chimpansees en politiek. De achtergrond van het stuk is het boek van Frans de Waal, Chimpansee Politics, waarin hij zich laat baseren op een onderzoek wat hij geleid heeft in de Burger Zoo in Arnhem in de jaren 70. Toen er onder de kolonie van de apen daar een verschrikkelijk drama plaatsvond, waarin bloed vloeide, apen elkaar vermoorden, strategisch met elkaar omgingen om te overleven. En toen die wetenschappers dat voor hun ogen zagen voltrekken, wisten ze niet wat ze zagen. Het was echt een eye-opener in de primatologenwereld. Hè? Oh, als die stilstaat, loop je erheen, doe je hem open, kan Adam beginnen met praten. Je ziet eerst degene, de schoft zeg maar, een van de schoften, zie je slapen gaan. Die is buitengesloten, buiten de appartementen waar ze te slapen liggen. Hij ligt daar te slapen en dan opeens gebeuren de dingen, het is wel een vrij rare voorstelling, maar dan gebeuren er toch wel heel surrealistische dingen. De grond klapt open, de personages komen tevoorschijn, de boom gaat branden. En die personages die allemaal tevoorschijn komen, die grijpen een beet. En die nemen in zijn nachtmerrie nemen ze zo wraak dat hij aan de boom wordt gestript. Die boom staat ook nog eens onder stroom. Dan komt opeens de ijskast als vanzelf er naartoe rijden. Die ijskast klapt open, zit daar het hoofd in van degene die vermoord heeft. En die begint op zijn Shakespeare teksten naar hem toe te schreeuwen, waardoor die helemaal gek wordt. As though this flesh which walls about our lives were brass impregnable. And humored thus, comes he at the last, and with a little pin bores through his castle wall. And farewell, king. Wat er absoluut mee moet in de koffer is het boek van Frans de Waal. Chimpansee Politics. Power and Sex Among Apes. Wij zijn ook apen, hè? Vandaar. Ik doe er een boekenlegger in, waar ik gebleven ben, zodat ik het voor de derde keer verder kan lezen. Hier zo, het is Amerikaans-Nederlands vlaggetje. Het is een co-productie. Dat moet absoluut in de koffer. Die man is niet alleen wereldberoemd, zit op de koffie bij Obama. Hij kan fantastisch schrijven en hij heeft een waanzinnig, waanzinnig boek hier geschreven. En waar wij proberen een waanzinnige voorstelling van te maken. Dus die gaat zeker te weten mee.